Goedemiddag. Dankjewel voor de uitnodiging dat ik jullie iets mag vertellen over COVID-19 op de intensive care. Belangrijk bij het COVID-19 is die ACE2-receptor, waaraan het virus bindt om zo in de gastheercel binnen te dringen. Wat belangrijk is, als je hier aan de rechterkant op de dia ziet, is waar zitten al die ACE2-receptoren in de verschillende organen. Neus en mond, long, nier, darmen, vetweefsel, hart, hersenen en bloedvaten. En vooral die bloedvaten met de endotheelcel, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Want we zien bij dit virus dat die endotheelcel mogelijk wel een elementaire rol speelt in dit hele ziektebeeld. Wat verder opvalt is de patiëntkarakteristieken bij het COVID-19. Het komt eigenlijk voor bij iets wat te dikke mannen en dus adipositas en dan vooral eigenlijk met buikvet. En wat blijkt dat in dat buikvet zit weer die ACE2-receptor. En zo'n buikvet is eigenlijk ook een lage inflammatiestatus, waarbij dus die ACE2-receptoren en dat die mensen mogelijk meer vatbaar zijn voor het COVID-19. Verder valt op hypertensie en suikerziekte, diabetes mellitus 2. En deze trias wordt vaak het metabool syndroom genoemd. Verder valt op dat hyperinflammatoire patiënten hebben zonder het metabool syndroom, dus een soort overdreven reactie op het virus, lijkt een beetje op een auto-immuunreactie, komen we straks op terug. En wat verder opvalt, dat er weinig patiënten zijn met onderliggende chronische aandoeningen. Al moet ik de eerlijkheid zeggen dat we nu in de tweede golf, dat we eigenlijk meer patiënten zien, nu ook wel met chronische aandoeningen, maar dat was echt anders in vergelijking met de eerste golf. En of dat statistisch verschillend is, dat zal later moeten blijken bij analyse van de NICE-data. Hier hebben we nog een overzicht uit de statistieken van Wuhan, waar we eigenlijk mee begonnen in februari. En dit artikel lieten ze zien dat bij een kleine 45.000 besmette patiënten met het COVID-19, dat de grootste gedeelte eigenlijk milde klachten heeft, dat 15% ernstige klachten heeft en daardoor eigenlijk hypoxemie heeft, dus een tekort aan zuurstof in het bloed en dus met een saturatie onder de 93% en daardoor extra zuurstof nodig heeft en dus vaak naar het ziekenhuis gaat. Maar de vraag is of we dan altijd voor extra zuurstof naar het ziekenhuis moeten. En de kleine groep, de critical cases, dat zijn echt die 5% van die 45.000. Dat is eigenlijk wat op de intensive care terechtkomt. Met ernstige hypoxemie, waarvoor beademing. De shock, wat je eigenlijk ziet bij een sepsis, is minder prominent in het COVID-19. En uiteindelijk, wat we ook gezien hebben, dat ACE2-receptoren ook zit op andere organen, krijg je ook uitval van de andere orgaansystemen. En als meerdere orgaansystemen meedoen, dan wordt ook de prognose van de patiënt met COVID-19 minder. Wat opvallend is voor de hypoxemie, en ik kwam daar eigenlijk achter toen ik het ziekenhuis in Uden bezocht op 19 maart, dat de verpleegkundige van de afdeling vertelde dat die patiënten zo kenmerkend waren. Ze hadden een snelle ademhaling, hadden weinig sputum en een droge hoest, als ze al hoesten. En wat echt opvallend was, dat ze helder en adequaat waren, dus eigenlijk niet delirant. En eigenlijk voelden de meeste mensen zich helemaal niet zo slecht. Maar als je dan de saturatie meet, dan vind je dus een saturatie van rond de 90% of zelfs eronder. En helemaal als er een kleine inspanning. En dit beeld van hypoxemie met snelle ademhaling lijkt eigenlijk een beetje op een longembolie. En vooral ook toen die verpleegkundige zei dat als die patiënten achteruit gingen, gingen ze eigenlijk sneller ademhalen en waren ze ineens plots dood. En dat beeld hebben we meegenomen toen we onze eerste patiënten gingen behandelen op de intensive care.
Hier heb ik een aantal dia's met een overzicht. Dit is het rapport van 23 november van de NICE-data. En die NICE-data met de COVID is in het rood en in het blauw zijn patiënten opgenomen met een acute ernstige infectie in 2017-2019. En daaronder in het schrift staat beschreven wat voor patiënten dat zijn. Hè. Dus dat kunnen pulmonaire sepsis zijn, virale pneumonieën, aspiratiepneumonieën enzovoort. En wat je dus ziet, is dat in het COVID-19 pneumonie die wij zien op de intensive care, dat het iets meer mannen zijn ten opzichte van vrouwen in vergelijking met de andere pneumonie. Maar hier staat een interessante verdeling van de body mass index. En dan in de verschillende kleuren zijn eigenlijk de verschillende groepen van de afgelopen 8 maanden. Dus rood is de maanden maart, april, dus echt de eerste piek. Blauw is mei, juni. Groen is juli, augustus. En paars is september, oktober. En wat je ziet is dat de meeste komt voor in een body mass index tussen de 20 en de 25. Maar wat je vooral ziet, dat er relatief groot percentage is met een body mass index van 25 tot 30 en van 30 tot 35. Dus je ziet boven de 30 morbide obesitas zie je voorkomen. En wat wel weer opvalt, dat eigenlijk hier in het paars de laatste maanden dat eigenlijk meer opvallend is dan in de eerste golf. En hier onder in deze tabel zie je het gemiddelde en de mediaan vanaf die verschillende perioden. En je ziet eigenlijk dat in de jonge mensen die we meer in juli, augustus hadden, dat die eigenlijk meer obese waren dan in de eerste golf. Hier zien we de leeftijdsverschillen. En die is eigenlijk interessant waar dit praatje over gaat. Weer die verschillende kleuren met die verschillende maanden. En wat je hier ziet is dat eigenlijk dat de rode en de paarse eigenlijk weer meer overeenkomen. En dat die 4 maanden tussenin, dat je eigenlijk meer jonge mensen zag. Hè? Dus hier blauw en groen zie je een grotere percentage hier onder de 50 en onder de 40. Terwijl hier 70-75, maar ook 75-80, zie je dat de rode balk en de paarse balk weer ongeveer even hoog zijn. Dus wat we nu opvalt, is dat we in de zomermaanden meer jongere mensen op de intensive care gezien hebben en dat we nu de laatste weken eigenlijk weer terug zijn, dus dezelfde soort mensen zien als in de eerste golf. En dat staat hier beneden in het tabelletje ook. Hè. Dus in de maanden maart, april was de gemiddelde leeftijd 64. Dan zie je het een klein beetje dalen om uiteindelijk weer terug te komen bij 64 jaar. Wat verder opvallend is, is dat er relatief weinig comorbiditeit. We hebben het al gehad over suikerziekte, dat is er één. Maar wat eigenlijk opvalt, dat je als je verwacht, wat sprake is van een pneumonie, dat er veel meer mensen zouden zijn met comorbiditeit, met chronische ziekte. En als je kijkt naar het percentage hier weer, deze balk is maart, april en hier september, oktober, dat percentage zo rond de 60% ligt. Maar eigenlijk had ik dat hoger verwacht. Dit is een beetje veel getallen, maar hier staat weer een samenvatting van de 4 periodes. En hier in het zwart is het aantal patiënten. Dus we hebben op de intensive care ruim 2600 patiënten gehad in maart, april. In mei, juni 205, juli, augustus 128. En nu zien we het weer oplopen in de tweede golf in september, oktober. Wat verder opvalt is de gemiddelde IC-behandelduur. Die was ruim boven de 20 in de eerste 2 maanden. Die zie je langzaam dalen naar 16,3. En nu is die hier weer 15,2. Maar wat belangrijk is, is dat er nog 177 patiënten uit deze periode op 23 november, toen dit rapport opgemaakt werd, nog op de intensive care lag. Daarom ook dat dit mortaliteitscijfer tussen haakjes staat, omdat nog niet alle patiënten van de intensive care af zijn en dat er mogelijk helaas nog patiënten kunnen overlijden. Maar wat wel opvalt is dat die mortaliteit
op de intensive care. 28% was in de eerste 2 maanden. Dat we een daling zagen in de maanden mei, juni, juli, augustus. En dat we het eigenlijk nu weer zien stijgen. En we hebben gezegd, of ik heb gezegd, dat wij dachten dat het te maken hadden met de nieuwe medicijnen die we gebruiken. Hè. De inzet van dexamethason zagen we duidelijk dat er minder intensive care patiënten vanuit het ziekenhuisafdeling naar de intensive care kwamen. Maar ik had eigenlijk ook wel gehoopt dat die dexamethason misschien een invloed had op een verlaagde mortaliteit. Maar als je dit beeld ziet, met de diagram die we net gezien hebben over die leeftijdsopbouw, is eigenlijk dat de mortaliteit veel meer mogelijk gerelateerd is eigenlijk met de leeftijdsopbouw. Dit is een interessant plaatje wat ik geleend heb van collega Leo Hungs uit Amsterdam. Hier staan CT-scans op van verschillende patiënten met COVID-19. En wat opvalt als je linksboven kijkt, is eigenlijk een bijna normaal CT-scan. En dat zien we ook met COVID. Sommige mensen op de intensive care zijn zwaar hypoxemisch, hebben veel zuurstof nodig, al of niet aan de beademing. Maar als je de CT maakt en als je kijkt naar de compliantie van de long, is die vrijwel normaal. In zo'n beeld, als je dus hypoxie hebt, zou er eigenlijk veel meer problemen moeten zijn mogelijk met de perfusie. Als je dan naar het volgende plaatje kijkt, bijna op 12 uur, maar net links daarvan, zie je eigenlijk een normale rechterlong, maar met wat matglasafwijkingen aan de linkerkant. En wat verder opvalt is brede luchtwegen. Hè. Je ziet die bronchogrammen heel duidelijk in beeld. En als je zo de klok langs gaat, zie je eigenlijk die beelden steeds slechter worden. En uiteindelijk, als we weer terug zijn, bijna bovenaan, zie je eigenlijk het plaatje zo ongeveer op 9 uur. Met veel consolidaties, met kleine longen daarboven. En dat is eigenlijk een typisch plaatje van een ernstige ARDS, wat we soms zien naar ernstige infecties. En wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? En dit is eigenlijk mooi uitgelegd in dit plaatje. Dus we hebben het over het SARS-CoV-2-virus. Belangrijk is die ACE2-receptor. En daar rechts weer, welke cellen hebben die ACE2-receptor en welke cellen zijn dus gevoelig voor infiltratie van dat COVID-virus. En wat je daarna ziet, is dat je een ernstige reactie krijgt, een immunologische reactie met al of niet een cytokinestorm. Dus we zien een flinke toename van allerlei interleukines, IL-1, IL-2, IL-6, maar ook TNF-alpha en andere factoren. Dat kan een lokale, maar ook een systeeminflammatie geven, al laat het eigenlijk, wat je verwacht, hè, als het een systemen cytokinestorm is, dat je ook lage bloeddruk krijgt. Maar we zien eigenlijk veel hoge bloeddruk en we hebben relatief weinig noradrenaline nodig bij onze patiënten. Wat dan verder opvalt als je kijkt, is daaronder, is dat je een stijging krijgt van de tissue factor, hè, activatie van die erytrocyten, bloedplaatjes, de leukocyten en monocyten. En je ziet een toename van de fibrinogeen, factor 8. En heel opvallend is dat je een sterke stijging krijgt van je D-dimeren. En die D-dimeren is natuurlijk eigenlijk het afvalproduct van stolsels. En dat is eigenlijk echt opvallend. En dat past dan eigenlijk ook bij het beeld wat ik daar straks zei over de beschrijving hoe patiënten op de afdeling lagen. Dus aan de ene kant, aan de rechterkant, krijg je dus een activatie van je endotheelcel, al of niet door infiltratie van het virus, maar het kan ook zijn dat de pneumocyt, de longcel, wordt geïnfiltreerd en uiteindelijk daar lokaal een activatie geeft van je endotheelcel. Maar en die endotheelcelactivatie die geeft aan de ene kant een ernstige inflammatiereactie, hyperinflammatie, maar ook een hypercoagulatie, dus een verhoogde stolling. En die stollingneiging, dat kennen we ook al eerder uit de sepsis. Hè. Ernstige sepsis kan ook trombie geven. En dat zien we eigenlijk in dit ziektebeeld ook. Hier nogmaals een
een alveolus met aan de linkerkant hier de luchtwegen, hier de type 1-cel, die pannenkoekcel van de dingen, hier de kubische cel waar het surfactant gemaakt wordt en hier weer zo'n platte pannenkoekcel, de type 1-cel. En eigenlijk zie je hier weinig inflammatie en zo'n dun mogelijke afstand tussen het bloedvat en de alveolus om een goede gasuitwisseling te krijgen met hier rode bloedcellen en hier de endothelcellen. En hier een reactie aan de rechterkant van inflammatie. En die inflammatie kan zijn uit de bloedvaten, waarbij de binding tussen de endothelcellen, dat je lekkage krijgt, zodat die neutrofielen lekken richting de alveoli. En dan zit echt de primaire proces zit dan eigenlijk in de bloedbaan of buiten de long. Dat kan ontstaan naar een abdominale sepsis met een reactie in de long. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de activatie ontstaat vanuit de pneumocyte 2, die dan geïnfiltreerd is door een virus, dan wel een lokale reactie in de cel met hier te zien met activatie van de neutrofielen, waarbij dus inflammatie ontstaat en ook de macrofagen die geactiveerd worden. En wat je dus uiteindelijk krijgt, is dat je een verdikking krijgt van de alveolo-capillaire membraan. Die afstand wordt groter en daardoor krijg je een slechtere gasuitwisseling. En dus heb je meer zuurstof nodig en heb je minder koolzuurafgifte. Belangrijk is dus die activatie van die endothelcellen. En daar zijn verschillende artikelen over verschenen, waarbij ze daadwerkelijk hebben aangetoond dat die endothelcellen geactiveerd zijn en dat daar ook virus in zit, maar dat die niet alleen in de long is, wat we uitgaan bij een pneumonie, maar dat dit ook voorkomt in de darm en in de nieren en dat die organen daadwerkelijk ook zijn aangedaan. We zien ook nierinsufficiëntie bij de COVID-19 op de intensive care. Al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat we dat vaker zien bij sepsis. De nier doet vaak mee. Dat geeft ook een verhoging van de sterfte als de nierfunctie uitvalt. Maar relatief gezien vind ik het meevallen. Maar dat komt misschien wel door de relatieve hoge bloeddruk die kenmerkend is voor de COVID-19 patiënten. Wat wel is dat de darmen meedoen. Je ziet wel duidelijk gastroparese, dus een slechte doorloop van de zondevoeding. En hebben we ook natuurlijk al eerder gezien dat een van de klachten is natuurlijk diarree als gevolg van COVID-19. Hier het laatste stukje. We hebben dus net gezien dat die activatie van die endothelcellen met die tissue factor, dat je dus stollingsproblemen krijgt. En hier aan de linkerkant krijg je dus echt trombose, veneuze trombose, dan wel longembolieën. Maar ook aan de andere kant krijg je eigenlijk microtrombie. Dus niet zozeer in de grote pulmonaal arterie, maar mogelijk in de kleine capillaire, dat je lokaal in die ter hoogte van die alveoli microtrombie krijgt en dus eigenlijk lokale longtrombose. En dat is ook iets wat we eigenlijk niet zien op de CT-scan. Dan moet je eigenlijk gevoeligere technieken aantonen om dat aan te tonen. Maar belangrijk bij beide is dat die kenmerkend is die hoge stijging van D-dimeren in sommige van onze patiënten. Niet in alle patiënten, maar wel in een groot aantal, ongeveer 50% bijna. Hier nogmaals een onderzoek van patiënten die zijn overleden. En hier aan de linkerkant zie je die microtrombie in die vaten. Hier dus de capillaire, dus dit is een alveolus. En hier zie je een alveolus met rode bloedcellen. In die wand is verdikt, dit is die alveolar capillaire membraan met hier die bloedvaten, dus de capillaire in. En wat je hier dus ziet is depositie, dus duidelijke obstructie, een microtrombie in die kleine capillaire. Wat hier aan de rechterkant staat is een elektronenmicroscoop waarbij ze duidelijk laten zien hier voor de experts dat er dus echt infiltratie is van het virus in die endothelcel.
Hier een mooi voorbeeld van een van onze patiënten over D-dimeren en de invloed van de nadropaïne. Dus onze patiënten worden nu behandeld met 2 keer 5700 nadropaïne. Dat is een laag moleculair heparine. En dus we starten bij deze patiënt, werd opgenomen op 1 november en had hij dus 11.400 eenheden. En de patiënt werd opgenomen met een D-dimeren van 3,5. Dus boven de 2, dus dan zijn er toch wel aanwijzingen. En je ziet op het moment dat we netjes aan het behandelen zijn, dat die D-dimeren omlaag gaat. Die 10A die is wat hoog. Wij dachten eigenlijk voor heparine gebruiken wij de maatstaf. Hè? Dus in plaats van APTT de anti-10A. Maar dat gebruik je vooral voor het controleren van de effecten van laag moleculair heparine. En dat wilden we dan altijd tussen de 0,3 en 0,7. Dus op deze hoge waarde van de anti-10A hebben we de nadropaïne aangepast en zie je daarop de anti-10A dalen. Maar wat je dus ziet op een gegeven moment, na een dag of 4, zie je plots weer die D-dimeren toenemen, hè, tot hoge waardes. Uiteindelijk hebben we daarop geanticipeerd en zijn we heparine gestart. Dat zie je eigenlijk hier gebeuren. Na het start van de heparine zie je D-dimeren aanvankelijk weer dalen. En weer langzaam stijgen, omdat we die heparine ook weer aangepast hebben. En op het moment dat die dus ook hier weer die anti-10A te laag wordt, zie je die D-dimeren weer oplopen. Dit is natuurlijk één patiënt, maar deze patiënt laat wel duidelijk zien dat die D-dimeren in de COVID-19, dat je misschien wel therapeutisch moet behandelen, omdat er mogelijk sprake is van trombose. En daar hebben we ook CT-scans gezien. Dit is een onderzoek van de collega's Matthijs Oudkerk uit Groningen, waarbij ze mooie software hebben gebruikt om duidelijk de perfusie in beeld te brengen. En zij vinden dan ook dat er perfusiestoornissen zijn bij de COVID-patiënten. En dat is ook hier door de collega Benen uit het AMC. Die laat zien dat die perfusiedefecten in patiënten hier met COVID was tot 52% op de IC. Terwijl eigenlijk die patiënten gewoon op de afdeling hier in het blauw is die perfusiedefecten veel lager. Dus blijkbaar als je ernstiger ziek wordt en je uiteindelijk belandt op de intensive care, zijn er in een groter percentage perfusiedefecten gevonden in vergelijking met afdelingspatiënten. Hier ook de collega's, collega Nicole Juffermans, hebben een predictiemodel genomen op basis van 140 COVID-patiënten uit de eerste golf. En hebben ze gekeken naar de D-dimeren, hier van 1 tot boven de 15, en het CRP, als maat voor inflammatie. En hier hebben ze een predictiemodel dat als je dus je CRP oploopt en ook je D-dimeren oploopt, dat je bijna 100% kans hebt op de aanwezigheid van veneuze trombose. En dat je dus eigenlijk iets moet gaan doen aan antistolling. Dit is een recent verschenen artikel. En het is een klein artikel, maar ik wilde hem toch graag laten zien. Het is dus in patiënten gedaan, in de retrospectief, waarbij ongeveer 400 patiënten waren geïncludeerd in de studie. Het grootste gedeelte, 314 patiënten, hadden geen aspirine gehad. En een kleine groep, die 98 patiënten, die hadden voordat ze COVID kregen aspirine gehad. Of in ieder geval voordat ze naar de intensive care kwamen. Één aspirintje gehad en daarmee zeg maar de trombocyte-aggregatie remming. En wat ze vinden is dat die mensen die een aspirintje hebben gehad, hebben minder mechanische beademing nodig en lage werden minder naar de IC gestuurd in deze kleine studie, maar ze vonden nog geen verschil in mortaliteit tussen deze twee groepen. Maar dit is mogelijk een aanwijzing dat je misschien toch een aspirintje zou kunnen gebruiken om die toegenomen trombose in patiënten met COVID-19 te remmen.
Dat we lopen nu grotere studies en die resultaten, of we het nou echt moeten gaan toepassen, moeten we denk ik nog even afwachten, want dit is wel een hele kleine studie. Dus mijn conclusie is, behandeling van COVID-19, belangrijk is het geven van extra zuurstof. In de ziekenhuizen geven wij nu dexamethason gedurende 10 dagen 6 milligram per dag en laagmoleculair heparine, 2 keer daag 5700 eenheden. En dan varen we een beetje op de anti-10A. En het is nog maar een beetje de discussie of je daarmee je dosering moet aanpassen. Maar gezien het ene geval wat ik je liet zien, zou je bijna geneigd zijn van wel. Maar dan ben je eigenlijk niet, dan ben je al eigenlijk therapeutisch aan het behandelen. Belangrijk is ook, hè, is inflammatieremming, wat we niet zo goed besproken hebben deze keer. Maar we zien vaak dat het na 7 dagen of 10 dagen, zie je ineens een stijging van je CRP. Wij meten ook IL-6, dan zie je die ook toenemen. Dus je krijgt een opflakkering van je inflammatie, terwijl je juist dacht dat de patiënt aan het opknappen was. En op dat moment hebben wij in Rotterdam het idee dat we dan, als er geen infectie is, we doen een extra bal op dat moment. We maken nog een CT-scan. En als we geen aanwijzing hebben voor een superinfectie, dan geven we een stootkuur methylprednisolon, 3 dagen lang 1 gram. En dan bouwen we af met dexamethason. Maar we hebben van de week ook gehoord dat misschien we tocilizumab kunnen geven. Hè? Dat is een blokker van IL-6. En IL-6 is de eerste interleukine die aan het begin staat van de cascade van activatie van die interleukines. Maar we moeten nog ongeveer een week afwachten om te zien of we daadwerkelijk patiënten op die momenten tocilizumab moeten geven. Ik dank jullie voor de aandacht en ik wens jullie verder heel veel succes.